We blijven bij het groen vandaag op Kleurnet. Biotechnologie, gentechnologie. Gaat het fout? Gaat het goed? Wat heb je eraan? Wat heb je er niet aan? Wat kunnen we er tegen doen? Vorige week was er een actiefestatie in de Vrije Zone. U weet wel, het oude gebouw van de Filmacademie. En de mensen daar maakten deze reportage. En ze maakten hem zelf een dag vol sentiment, vol argumenten, vol discussie, maar ook heel gezellig in de Vrije Zone over biotechnologie dus. Ja. Hartstikke welkom allemaal. Er komen zo nog veel meer mensen, dus rustig aan. Vooral niet roken, dat is duidelijk. Met het geleende stro, wat straks weer gebruikt gaat worden, gerecycled zal worden. Dan heb je die stadsmens weer. Als je weet hoeveel moeite dat geweest is om deze hooi, maar ik mocht het niet zeggen, strooi, enfin, zo. Maar ik ben een ordinaire citybewoner. Maar het was heel moeilijk om de mond en klaus hier te passeren om dit hier te krijgen, dat begrijpt u wel. Hiernaast is een geweldige manege. Ik vroeg, denk, kunnen we niet even wat baaltjes krijgen? Vroeg ik gisteren, meneer, wil je in het bakje stappen? Ik dacht dat paarden er geen last van hadden van mond en klaus hier. Maar we gaan beginnen, hartelijk welkom. We lopen al wat iets uit, dus alsjeblieft een beetje strak schema weer vanmiddag. We beginnen altijd met de alarmofoon. Dat is dit ding. Daar kunnen actiegroepen aandacht vragen voor een actie voor morgen of overmorgen of eergisteren. Maar in ieder geval om even snel een paar korte acties aan te kondigen. Daar beginnen we nu mee. De eerste is Rob Bongerts. Rob, het woord. Ja, hallo. Ik wilde iedereen uitnodigen om ook dit jaar weer mee te doen aan de traditionele paasmars en vooral het paasvredesactiekamp. Dat wordt dit jaar van 12 tot 17 april gehouden bij de AFNOORD. En dat is het commandocentrum van de noordelijke NAVO-territorium in Brunsum in Zuid-Limburg. We kunnen daar logeren in een gekraakt klooster in Heerlen. Rampenplan kookt elke dag een goede veganistische hap. Koosje eten. En we zullen daar directe geweldloze acties doen tegen de NAVO en tegen de andere militaire objecten in Limburg. Met op maandag, tweede paasdag, is dat 16 april de traditionele demonstratie. Hallo, ik ben Elise en ik... We hebben met nog een monster van Frankenstein te maken. Dat is de kernenergie en de nucleaire technologie, alles daaromheen. 21 april, dat is een paar dagen voor 26 april, want dan is het 15 jaar geleden dat de kerncentrale in Tsjernobyl plofte. We weten allemaal nog wel wat een verschrikkelijke gevolgen dat heeft gegeven. De koeien moesten ook toen weer naar binnen en bladgroenten konden niet gegeten worden. Kortom, desastreus, die nucleaire technologie. Nederland heeft na een brede maatschappelijke discussie heel duidelijk nee gezegd. De ramp van Tsjernobyl heeft daaraan meegeholpen dat we daar ook een punt achter hebben gezet. Dat lijkt zo. Dodewaard ging weliswaar dicht. Helaas, daarvoor is de lange termijn gekozen. Maar hij is dicht. Borselen zou voor 2004 moeten gaan sluiten. Nou is de directie en het personeel heel hard bezig om dat ongedaan te maken. Volgend jaar zitten we met een nieuwe regering. We hebben verkiezingen. En nou, voor de CDA en het VVD is duidelijk dat kernenergie niet een doodlopende weg is. Die zien daar nog toekomst in, helaas. Dus het is nog heel hard nodig dat we daarvoor in verzet komen. Buiten dat Borselen nog niet dicht is. De hypocrisie van de Nederlandse overheid dat we nee zeggen toch tegen kernenergie. Maar ondertussen wel... Kernenergie importeren, dat weten veel mensen inmiddels gelukkig wel. Massa's mensen denken milieuvriendelijk te reizen met de Nederlandse spoorwegen. Kernenergie, atoomstroom op de Nederlandse spoorwegen. Dus zo milieuvriendelijk is dat ook niet meer. En buiten dat, de actie op zaterdag 21 april is gekozen om die in Almelo te houden bij Urenco. Voor een aantal mensen wel licht nog bekend uit het verleden van de acties daar. Het is natuurlijk prachtig om te zien hoe in Duitsland massa's mensen en hier gelukkig ook steeds meer mensen in actie komen tegen de transporten bij Gorleben.
laten we nou proberen om die hele akelige keten, de nucleaire keten, te doorbreken zo ver mogelijk in het begin, als al die rotzooi nog niet zo gevaarlijk is als op het eind. Laten we proberen dat proces te stoppen in het begin. En voor Nederland en voor Europa is Urenco het begin van die keten. Dus ik nodig iedereen van harte uit. We hebben flyers en er hangen posters van Nooit meer Tsjernobyl, 21 april, 12 uur. Voor de poort van Urenco, dan zullen we naar het centrum lopen. En daar is middags een manifestatie tot 17:30. Ook afsluitend met een heerlijke maaltijd voor een rampenplan. Iedereen welkom. Ik ga straks nog langs met flyers en posters. En mensen die denken een plek te hebben ervoor. Ja, ga nou weg. Veel te lang. Oké, graag naar de ruimte hiernaast. Dan is het woord aan Karel Glaster-Varoon en Saskia Poldervaart. En niet roken wordt mij weer gevraagd om te zeggen. Alsjeblieft niet roken. In het café kun je wel roken, dus. Hartelijk welkom bij het eerste gedeelte van deze vrolijke middag tegen genetische manipulatie, als ik het zo mag zeggen. Mijn naam is Karel Glaster van Loon. Ik ben in het dagelijks leven journalist en schrijver. Ik heb ooit een boek geschreven samen met Karin Kuiper, getiteld Herman, de biografie van een genetisch gemanipuleerde stier. Waarin onder andere werd uitgelegd hoe stier Herman was gemanipuleerd, maar vooral ook hoe de publieke opinie en de politiek zijn gemanipuleerd om stier Herman in Nederland mogelijk te maken. Ik zal vandaag diverse gesprekken en debatten proberen te leiden. In de tweede helft van het programma zitten een aantal debatten waarbij naar mijn idee vast veel publieke betrokkenheid ook mogelijk is. Dat kan ook bij dit eerste deel, maar dit is wel erg, zit al heel erg vol met vier mensen hier aan de op het podium. Dus als alleen met hele dringende, prangende vragen die hier gesteld moeten worden, anders spaar ze op voor het tweede deel van de middag. We gaan tot ongeveer 3:15 met vier mensen hier praten over genetische manipulatie. We beperken het overigens vandaag tot voedselgewassen. Dingen die met ons eten te maken hebben, want er is nog veel meer genetische manipulatie. We hebben hier op een rij zitten een onderzoeksjournalist, auteur van het boek Duistere Machten. En zijn naam is Jan-Paul Smit. Die zit helemaal voor de kijkers rechts. Daarnaast zit Sanne van der Wal van de Alternatieve Consumentenbond. Daarnaast zit Wietse de Lange van X-I, een organisatie die allerlei initiatieven voor zelfbeschikking en democratie in alle delen van de wereld probeert te stimuleren, financieel te ondersteunen. En tot slot hebben wij, Chris Haaiers van het Nederlands platform Gentechnologie. Een platform van allerlei organisaties en individuen die zich op kritische manier bezighouden met genetische manipulatie. Kort samengevat. Goed, ik wil graag even beginnen met Wietse de Lange. Maar gelijk even met de deur in huis. Wat is eigenlijk het grote verschil tussen genetische manipulatie en de ouderwetse, zal ik maar zeggen, veredelingstechnieken die al eeuwenlang in de landbouw worden toegepast? Ja, dat is het grote. Nou, ik heb het hier om de hoek in de andere zaal. Daar heb ik het beeldend geprobeerd, of met foto's geprobeerd uit te beelden. Ja. Om te laten zien van nou. Die hangen daar? Ja, die hangen daar. Okay, dus dat kunnen mensen straks ook bekijken. Klassieke veredeling is gewoon feitelijk gewoon de bij en het bloempje. De bij die het bloempje bestuift. En gewoon wat er in de natuur gebeurt. Dat is ook. En dan, zoeken naar de gunstigste. De boer die kijkt dan vervolgens van wat zijn de grootste, mooiste, sterkste gewassen. De beste om mee verder te gaan. Dat is feitelijk ook. Klassieke biotechnologie,
Dus er worden heel veel termen gebruikt die voor heel veel verwarring zorgen. Dus men praat nu over biotechnologie. Biotechnologie is een heel oud iets wat feitelijk van, nou ja, hoe je het maar bekijkt, door God of door de evolutie is gegeven. Het is een natuurlijk proces. Dus biergisten is ook een vorm van biotechnologie? Ja, bier, yoghurt maken, kaas maken. Er zijn met soja duizend jaren geleden producten gemaakt die vandaag de dag nog gebruikt worden. En dat is puur gebaseerd op natuurlijke processen. Klassieke veredeling hetzelfde. Dat waren natuurlijke processen tot aan de jaren 20 van de vorige eeuw. Toen zijn plantenveredelaars meer kunstmatige technieken gaan gebruiken. En vooral na de oorlog heeft dat een hoge vlucht genomen. Werd het steeds meer laboratoriumwerk. En sinds 30 jaar met het genetisch manipuleren, toen is dat mogelijk geworden. En dan kunnen ze nu is genen uit elk willekeurig organisme nemen en die in een plant inbouwen. Maar ja, nou zeggen de voorstanders van deze technologie, die zeggen dat is dus hartstikke handig, want je weet dus precies wat je doet. We nemen een gen, we weten precies welk gen en we zetten het erin en we weten precies wat dat gen gaat doen en dat doet het ook. Dus we weten eigenlijk veel meer. Het is veel preciezer dan de ouderwetse natuurlijke processen. Dat is inderdaad wat ze zeggen. Alleen, ja, als je kijkt naar... Waarom klopt het niet? Nou, ten eerste klopt het niet omdat ze niet weten waar dat gen in die plant terechtkomt. Mm-hmm. Of in dat genoom van die plant terechtkomt. Dat is overal verschillend. Ten tweede, men weet niet precies wat voor effect het dan in die plant gaat hebben. Maar dat wordt vervolgens onderzocht, toch? Want dan kijken ze wat voor effect het heeft. Als blijkt dat daardoor, uw sla langer vers blijft, omdat er een gen van een rat in zit. Dan zeggen ze, nou, mooi, heb ik lekker verse sla. Ja. Dat zeggen ze dan inderdaad. Ja, nou dan gaan we maar even vragen aan Chris Haes. Waarom moeten we ons daar zorgen om maken? Omdat er allerlei effecten bijgekomen zijn waar we eigenlijk niet precies weten hoe je dat moet beoordelen, hoe je dat überhaupt moet uitvinden. Wat voor soort effecten moeten we dan aan denken? Als je bent zo knap dat je een gen kunt lokaliseren. Ben ik te horen? Misschien moet je de microfoon iets dichterbij zetten, maar ik denk dat het wel gaat. Oké. Je kunt inderdaad nou een gen nemen uit het ene gewas en de andere inbouwen. Maar die manier van inbouwen die is nogal slordig. De slagings, ze proberen dat met heel veel kiemcelletjes. En minder dan 1% ervan slaagt. Zelfs veel minder dan 1%. En elke keer is dat gen op een andere plek terechtgekomen. En daardoor kan een ander gen weer verstoord zijn dat er al zat. Buiten werking. En dat, om dat op te kunnen sporen, moet je dus eigenlijk weten waar die terecht is gekomen en wat het gen dat daar zat al deed. Nou, dat kunnen ze nog niet. En dat zie je bijvoorbeeld die beroemde vitamine A-rijst. Daar hebben ze een paar succesvolle strains van gemaakt, die inderdaad de vitamine A aanmaakten. En bij elke vitamine A-strain zijn er andere extra stoffen die gemaakt worden in die rijst. Niet die vitamine A-precursor dus, maar andere chemische stofjes. Die ze niet voorspeld hadden. Ja, ja, dus er zijn allerlei. En omdat je niet weet wat voor soort effect dat is, weet je dus ook niet waar je naar moet zoeken. En als je niet weet waar je naar moet zoeken, weet je dus ook nog nooit of je alles vindt. Net als met die allergeniteit in het voedsel. Je maakt dus nieuwe eiwitten aan en mensen zijn allergisch voor bepaalde eiwitten. Sorry. En ze gaan dus kijken van als er nou niet eiwit is, van lijkt dat op een allergeen eiwit dat we kennen? Oh, dan zal het wel gevaarlijk zijn. Lijkt het niet op, nou dan zal het wel veilig zijn. Ja, dat is een beetje de redenatie die nou gevolgd wordt. Nou is er een ander element, behalve de veiligheid, de onvoorspelbaarheid, dat is de machtsvorming die hierachter zit. Daar heb jij, Jan Paulus toch? Ja, ja, goed. Sorry hoor. Een boek over geschreven, over de machtsvorming in de agribusiness. Kan je in het kort schetsen hoe die wereld eruit ziet? Ja, ik denk dat het meest simpele is om even de voedselketen te bekijken. Dan heb je in één blik, kan je zien hoe dat in elkaar zit. Je hebt de boeren, die produceren ons voedsel, dat weet iedereen. Consumenten, dat zijn wij. Wij eten het op. En daartussen zitten drie schakels.
Ten eerste heb je hele grote concerns, waarvan de allergrootste Cargill is, die leveren aan de boeren kunstmest, bestrijdingsmiddelen, zaad en die zorgen ook voor leningen, bemiddelen ze met de banken. Diezelfde agroconcerns die kopen die producten van de boeren weer op en die verwerken dat tot halffabrikaten, bijvoorbeeld sojaolie. Nou, die halffabrikaten verkopen ze weer aan de grote voedingsconcerns, zoals Unilever bijvoorbeeld, of Nestlé, of Heinz. En die verkopen het weer aan de supermarktketens, bijvoorbeeld Ahold. Nou, dan zie je dat die drie tussenliggende schakels, dat daar een handjevol bedrijven eigenlijk de dienst uitmaken. Bij de agroconcerns gaat het om 5 of 10 enorme wereldgrote concerns die de dienst uitmaken. Cargill en wie nog meer? Wat voor namen horen daarbij? Dat zou ik even in het boek noemen. Oh, oké. Strikvraag. Ook bij de voedingsindustrie zijn er maar een handjevol in ieder onderdeel van de voedingssector die 80% of zo in handen hebben. Bijvoorbeeld een van die sectoren is de chocolade. En bij die winkelketens, daar heb je nog een heleboel van, maar de komende jaren zullen daar een stuk of 5 wereldgrote ketens overblijven. En Ahold die hoopt daar dan. Die wil daar graag één van zijn. Daarom kopen zij allemaal bedrijven in Azië en in de Verenigde Staten. Ja. Nou zit volgens mij, waar zit nou die biotechnologie? Die zit dan dus in die tweede stap. Hè? Dus zit bij de agroconcerns. Ja, bij die agroconcerns. Het gaat om levering van zaden aan de boeren. En om speciale producten van de boeren ook te krijgen die ze makkelijk kunnen verwerken. En dat zijn dezelfde concerns die dus ook de bestrijdingsmiddelen leveren. Die zitten er vaak bij in. Hè? Dus vaak zowel een chemische poot als een. Ja, dat klopt. Als een zaadveredelaar. Ja. Shell is ook een grote zaadveredelaar, weet ik toevallig. Nog steeds, ja? Ja, of ze zijn misschien niet meer. Of was. Ja. Oh, Shell was ook een hele grote zaadveredelaar. Ja. Maar hebben hun leven gebeterd. Je hebt het doorverkocht. Nee, het zijn van die combinaties dus vaak van chemie en zaadveredeling. Ja, ja. Is dat ook de reden waarom zoveel van die genetisch gemanipuleerde producten, bijvoorbeeld soja, die bestand is tegen bepaalde, bijvoorbeeld tegen Roundup, het beroemd gif van Monsanto. Ja, die grote chemische concerns, die moeten iedere keer weer wat bedenken. En dit is natuurlijk fantastisch, want je geeft dus een plant waar je net zoveel Roundup op kan spuiten als je zelf wil. Dat maakt dus alles kapot in de omgeving, behalve dat ene plantje. Hoeveel zie van je dat iemand knikken? Schudden? Bedoel ik? Ja, het ligt niet genuanceerd, denk ik. Maar gaan we. Nu even de grote lijn. Ja, houd even de grote lijn. Ja, in principe is het bedoeld dat Roundup. Die verkoopt echt gigantisch, die Roundup, hoor. Ja, die verkoper, die schieten normaal. Dat is echt waar. En hoeveel van die producten worden inmiddels. Want het gaat met name soja is een van de gewassen waar. Ja. Nee, daar is veel om te doen. Maar zijn er ook andere waar we het nog helemaal niet ons van bewust zijn? Of waarom is het altijd soja? Mais. Dus het zijn echt de grote staple foods. Staple crops. Mais mag op zich niet geïmporteerd worden in de Europese Unie, die genetisch gemanipuleerde mais. Kijk, jawel, jawel. Mag wel, maar ja, dan komt het komt toch via het veevoer, komt het dan. Ja. Nou, er is ook een maissoort die wel in het voedsel terecht mag komen, hoor. Gewoon een menselijke voeding, absoluut. Ja. Ja. Jij bent van. Er zijn er 4 soorten en 3 zijn inderdaad bestemd voor verwerking als veevoeder. Nou goed, inderdaad, soja en mais zijn de bekendste voorbeelden inderdaad van GGO's, dus genetisch gemodificeerde organismen, die in voeding terechtkomen. Ik geloof dat ik niet zo verstaanbaar ben. Maar daarnaast zijn er ook andere gewassen, koolzaad, je hebt ook bijvoorbeeld de tomaten, die zijn in principe vrij op de markt. Je hebt daarnaast een hoop ingrediënten die worden wel eens vergeten, die afkomstig zijn van micro-organismen. En die zijn ook al wat langer op de markt dan soja en mais zijn. Dan denk je aan, waar moeten we dan aan denken? Nou, gisten? Of, Ja, onder andere gist, maar dus ook vitamines. Een scala aan,
aan additieven en ingrediënten. Een veel gebruikt voedselingrediënt bijvoorbeeld of additief is gemodificeerd zetmeel. Dus het is niet per se gemanipuleerd zetmeel, maar het is een soort van bewerkte vorm van zetmeel. En het wordt in 90% van alle bewerkte voedingsmiddelen zit gemodificeerd zetmeel. Maar het is de lijst, we hebben... Ik ben dus van de AKB, Alternatieve Consumentenbond. We hebben dus onder andere een lijst opgesteld. Die was er overigens voorheen niet in Nederland. Met alle ingrediënten die mogelijk afkomstig kunnen zijn van GGO's. En dat is een hele waslijst. Dat gaat te ver nu om hier op te noemen. Maar dus, je kunt rustig stellen dat in meer dan de helft van alle verwerkte levensmiddelen... gebruik is gemaakt van genetische manipulatie. Als ik gewoon een pizza, een diepvriespizza koop, dan is dat... Dat is een kandidaat, inderdaad. En er is in Nederland nu nog helemaal niks, geen etiketering of... Jawel. Hoe zit dat? Ja, inderdaad, dat is dus ons grootste probleem als consumentenbond zijnde. Het is normaal in onze samenleving om voor sommige mensen normaal om zelfs grote risico's te nemen en te willen nemen. Alleen beslis je zelf of maakt het feit dat je kunt beslissen of je die risico's wilt nemen of niet het aanvaardbaar. In het geval met genetisch manipuleerde voeding is het zo dat consumenten wel mogelijk risico's lopen, maar er niet om gevraagd hebben en absoluut geen voordeel erbij hebben. Dus kijk, als ik berg ga klimmen, dan heb ik daar wat aan. Ik zelf niet. maar daar kun je zelf voor kiezen. Ja, je kiest er zelf voor en je krijgt misschien een kick van of een parachute springen of zo. Dus dan heb je er wat aan. Maar consumenten hebben er niets aan genetisch gemanipuleerd voedsel. Dus degenen die er wat aan hebben, dat zijn dan voornamelijk de industrie, zoals voorheen geschetst werd. En in mindere mate de boeren. Maar even... Ja. Absoluut. Dat is strikt verboden. Ja. Dus ik denk dat je deze bijeenkomst ook wel even kan aanschrijven. Nou. Koopt al een eco-product. Ja. Nou, ik dat deden we allemaal al, toch? Ja. Ik was ook niet uitgepraat, maar dat is inderdaad een belangrijke... Ja. Dat is een grote groep van producten die inderdaad gentechvrij zijn, tussen haakjes. Want niemand mag eigenlijk zeggen van haar producten dat ze gentechvrij zijn. Maar, we gaan het straks uitgebreid hebben over... Ja, ik breek heel even hierop in om er even voor uit te wijzen. We het straks uitgebreid gaan hebben over de gevaren van besmetting... Zeg maar, stuifmeel van genetisch gemanipuleerde gewassen, wat vrijelijk door de lucht zweeft en wat dus... Ja, wat dus ertoe kan leiden dat ook ecologische boeren niet meer kunnen zeggen, niet meer weten of er ook genetisch gemanipuleerde gewassen op hun veld komen te staan. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, dus dat laten we nu even rusten. Ik heb ook een vraagje aan mijn buurman. Ik hoorde hem net zeggen dat boeren misschien baat zouden hebben bij genetische manipulatie. Dat is mij een beetje onduidelijk. Nou, niet zo. Waar het voornamelijk in gelegen is dat... dat boeren minder vaak het land op het land hoeven op te gaan om te gaan spuiten, zeg maar. Dat is dus een belangrijke reden voor boeren om dat GGO's te gebruiken. Ja, in eerste instantie lijkt dat misschien een voordeel te zijn. Mm-hmm. Dat je met wat minder kosten toch dezelfde opbrengst kan krijgen. Maar in de praktijk gaat het altijd zo, als de kosten omlaag gaan, dan gaan korte tijd later ook de inkomsten omlaag, omdat er een gigantische overproductie is op landbouwgebied. Absoluut. Ja. Dus er is geen enkel voordeel als je er even wat dieper over nadenkt voor boeren, voor genetische manipulatie. Het wordt hun van bovenaf opgedrongen en dus het zit er gewoon in het schip. Ja, ik ben het wel met Jan-Paul eens, want dat is ook wat wij horen van de Amerikaanse boerengroepen en Canadese boerengroepen, dat ze na een paar jaar telen gewoon geen enkel voordeel hebben gehad, zelfs geen financieel voordeel. Dus. En komt nog bij dat de boeren belazerd worden ook, want wordt ze van alles voorgespiegeld, grote opbrengst, weet ik wat allemaal, en minder wat spuiten. In de praktijk en dat blijkt niet dan zo helemaal niet waar te zijn. Nee. Dus wordt dus nog
grof boerenbedrog ook, ja. Boerenbedrog, ja, is een mooie term in deze. kun jij iets meer vertellen over die contacten met boeren? Want met name in de Verenigde Staten en in Canada zijn al ontzettend veel boeren overgestapt op. Maar ik hoor ook allerlei verhalen dat ze daar ook massaal weer nu terugstappen op niet-genetische manieren. Hoe zit dat? Nou, ten dele. Ik denk, je hebt in Amerika, net zoals in Argentinië, heb je zo'n oligarchie van supergrote, rijke boeren, wat er feitelijk geen boeren meer zijn. Zo'n industriële, net zoals die Sorgheta Club in Argentinië. In Argentinië wordt dus ook massaal gemanipuleerde soja verbouwd. En daar zal die geschiedenis met Sorgheta ook beslist mee te maken hebben. Nou, zo'n groep heb je dus ook in Amerika. Heel actueel eigenlijk. Die, ja, het is een directe link. Mm-hmm. Zo'n groep heb je ook in Amerika en die hebben gigantische hoeveelheid land. Daarnaast heb je nog groepen boeren die gewoon family farmers, de gezinsboeren, die veel kleiner grondgebied hebben. Nou, met name die groep boeren, die wil helemaal niks weten van die gemanipuleerde mais. Dat zijn vooral de maïsboeren. En die willen daar niks van weten. Die hoeven dat helemaal niet. En die komen nu wel in de grootste problemen. We horen van de sojaboeren die het niet willen gebruiken. Horen we alarmerende berichten uit Amerika dat het zaadgoed is nu ook besmet. Dus dat gaat er gewoon aan. Zeker bij de soja is dat aan de gang. En bij de mais iets minder, omdat het iets minder grootschalig wordt verbouwd nog steeds. Maar dan bedoel je dat zij dus, dat gaat eraan, zij kunnen niet meer zelf bepalen of ze wel of niet gentechvrije... Gentechvrije soja wordt een onmogelijk verhaal. Het was al een moeilijk verhaal, omdat alles wordt door elkaar gegooid. Maar daar is nog hard aan gewerkt de afgelopen jaren. Door de weerstand uit Europa was er wel enige druk op die Amerikanen om in ieder geval een gentechvrije keten ook te houden. Dat gaat nu ook onderuit, omdat dat zaadgoed raakt ook besmet. Dus als je een partij sojazaad koopt, dan zit daar altijd nu gemanipuleerd zaad tussen. Wietse, kan jij iets uitleggen over hoe het zit met patenten? Want dat is ook nog eens er zit achter de hele discussie nog weer, misschien kan Jan-Paul daar dan zometeen nog weer verder ook op aanvullen. Maar welke rol spelen patenten in deze hele discussie? Nou, ik was dus Chris, maar dat geeft niet. Wat zei ik dan? Je zei Wietse. Wietse, oh ja. Dat is, ja. Dat is mijn buurman. Ja, dat is Wietse, ja. Sorry. Slecht voorbereid. Chris. Even denken hoor, die vraag ga ik even over patenten. Maar, ja, dat kan ik eigenlijk heel moeilijk in twee zinnetjes zeggen, omdat ik daar helemaal middenin zit. Is een van de anderen die dat kan uitleggen welke rol die hierin spelen? Ja, ik kan wel iets zeggen over patenten. Kijk, boeren, de landbouw bestaat iets van 10.000 jaar. En boeren hebben natuurlijk altijd, nou, precies zoals Wietz dat vertelt, je kijkt wat voor gewassen je hebt en de mooiste, die kies je uit voor het volgend jaar. En die zaden, die wissel je dan weer uit met andere dorpen. Zo is het altijd gegaan. Maar op een gegeven moment is de zaadveredeling echt een bedrijfstak geworden. En om die bedrijfstak goed te beschermen, heb je patenten nodig. En die patenten moeten iedere keer weer verder aangescherpt worden. En dat is een ontwikkeling die waar Nina heel erg veel van af weet. Nou, je kan, daar zit nog een verschil in. Want tot aan het genetisch manipuleren werden er geen patenten, dat was gewoon niet mogelijk, want de wetgeving zei geen patenten op planten en dieren. Dus er waren andere mechanismes voor die veredelaars, om kwekersrecht, om op die manier toch enige bescherming te krijgen. Patenten is iets wat heel essentieel is voor die gentechnologie om te krijgen. Zonder die patenten zou het einde verhaal zijn, want dan maakt niemand die investeringen. En dat is een nieuw fenomeen wat mogelijk geworden is, of wat er nu bijgehaald is, om die macht van die grote bedrijven gewoon te handhaven, of ja, vast te zetten. Er is enorm verzet tegen patent op zaden, met name uit de derde wereld, met name uit India en Afrika. Ja. Ja, en ook uit Zuid-Amerika. Omdat ze daar allerlei, van traditioneel allerlei eigen gewassen hebben, die ze nu eigenlijk kwijtraken. Nou ja, het is ook schandalig natuurlijk dat het leven gepatenteerd wordt. Dus wat is het nou van onzin? Het patent gaat natuurlijk over iets wat uitgevonden is. Het leven is helemaal niet uitgevonden door wat voor firma ook natuurlijk.
Maar ze, dan moet je met je vingers vanaf. Maar zij claimen toch... Het is een ethische kwestie, hoor. Maar claimen zij niet ook dan dat ze zeggen... Ja, maar wij patenteren de specifieke technologie... waarmee we dat ene gen... Wij hebben dat gen geïsoleerd... en wij claimen de technologie om dat gen eruit te halen... en ergens anders in te zetten. Ja, zo begint dat dan. En dan proberen ze het steeds verder... steeds grotere stukken van die... van die zaden te claimen. Nou, dus in feite, als we de hele lobby erop zouden richten... om die patentering af te schaffen, zeg jij eigenlijk iets... dan zou het allemaal in één klap zou het afgelopen zijn... want dan viel er geen dubbeltje meer te verdienen voor die... Nou, je zaagt dan een flink eind van de bodem weg, ja, dat klopt. Maar het is niet zo... Ze zeggen inderdaad van we patenteren alleen de technologie... maar dat is feitelijk gewoon onjuist. Het is niet waar, want wat de wetgeving zegt duidelijk nu... die is veranderd en die zegt nu... je kunt het hele organisme patenteren. Het is niet alleen de technologie. De planten en de dieren worden daadwerkelijk gepatenteerd. Oké. We hebben nu een soort in vogelvlucht even een aantal dingen aangestipt. Ik wil even terug naar, naar waar het dan weer mee begon. Van ja, hoe schadelijk is het? Het voorbeeld waarmee de industrie nu schermt is... Het is al even gevallen. De gouden rijst. Rijst waar provitamine A in wordt aangemaakt. Mensen in de derde wereld worden blind door gebrek aan... Heel veel mensen daar worden blind door gebrek... of krijgen andere oogklachten door gebrek aan provitamine A. Nu het ei van Columbus. De gouden rijst met die provitamine A erin. En dan wordt al die mensen in de derde wereld worden geholpen. En dan zitten wij hier als luxe wezens zitten wij dat tegen te houden. Ja, en als je daar tegen bent, dan ben je wel zo'n ongelofelijke rotzak. En dan neem je zo'n verantwoording op je schouders. Nou, dat is zo slecht. Ja, dat is een fantastische PR-truc volgens mij. In Amerika is het nou zelfs al nodig om PR te maken voor biotechnologie. En daar krijg je van die filmpjes van die Afrikanen die dan het land bewerken... en die dan zo vreselijk blij zouden zijn met die rijst. Maar waarom zou het niet waar zijn? Nou, ten eerste, ze beginnen met te zeggen van... Nou, dankzij die rijst zijn er... Nee, ze zeggen het andersom. Ze zeggen er zijn miljoenen mensen die vitamine A tekort hebben. Met deze rijst kun je het oplossen. En daarbij de indrukwekkend van als je die rijst niet hebt, dan worden al die mensen blind. Nou, er zijn natuurlijk al. Het is al veel langer bekend dat er een vitamine A tekort is. En er zijn al lang hulporganisaties die veel effectievere oplossingen bedacht hebben. Nou, de simpelste is om gewoon vitamine A pilletjes uit te delen. Maar dat is natuurlijk. Op een gegeven moment houdt het op. Je kunt ook die mensen vertellen van. Nou, jullie eten alleen maar rijst als je ook oranje groenten en vruchten eet. Dan heb je ook al veel meer vitamine A. Dus voorlichting, dat helpt al. En ze hebben ook hele interessante projectjes lopen bij de allerarmste mensen die dan buiten de stad dan. Die hebben ze lokale gewassen teruggegeven die eigenlijk sinds de groene revolutie een beetje uit het zicht verdwenen waren. Waarin veel meer vitamine A zit dan in die rijst. En die mensen kunnen dus voor zichzelf die gewassen bouwen. Waar, en in die gewassen zit niet alleen vitamine A, er zit natuurlijk veel meer in. Want je kunt natuurlijk, als de mensen alleen maar rijst eten, je kunt vitamine A in stoppen. Ze gaan er straks ook ijzer in stoppen. Maar ja, waar houdt het op? Vitamine B1 tot en met 12, ik weet het niet. Dus er zijn andere oplossingen. Ja, er zijn andere oplossingen. Ja, bovendien, er zit nauwelijks vitamine A in die vitamine A rijst. Als je kijkt naar de hoeveelheid vitamine A die erin zit... Dat zal niemand helpen om zijn vitamine A tekort op te lossen. Dat wordt ook erkend door de uitvinders nu. Van die meneer Proticus, die heeft nou Proticus, die Zwitser die dat als eerste gemaakt heeft. Die heeft inderdaad toegegeven dat in de eerste dingen wat minder zat. Maar dat hij nou werkt aan iets waar veel meer in zit. En het is nou een beetje een rekensomstrijd geworden. Dan kom je al snel in, ja, maar als we nou nog een tijdje door mogen gaan met deze veredeling, dan komen we vanzelf, komt dat goed. Dat was best die Herman ook. Ja, klopt. Maar wat men weigert te erkennen, feitelijk nu wel weet, is dat ze met een zo ongelooflijk kunstmatige technologie en zo naast het leven bezig zijn en daar buitenom proberen iets voor elkaar te krijgen, wat je gewoon op tientallen manieren veel simpeler kunt doen, maar puur om hun financiële belang veilig te stellen. Er komt nog iets bij kijken trouwens. Ja? Het werd ook in de context opgenoemd van nou, hoe kan je dan vanuit het Westen eigenlijk hierop tegen zijn, terwijl ze dan in arme landen vitamine A gebrek hebben. Wil ik eigenlijk even onder de aandacht brengen dat ik ben zelf enigszins bekend in de situatie in de Filipijnen. Daar heb je een ontzettende grote boerenvakbeweging
En 4 april dan bestaat het IRI, het Rijstonderzoeksinstituut bestaat 41 jaar. En ze zijn voornemens om daar een gigantische grote massale demonstratie te voeren tegen deze hele genmanipulatie. Dus eventjes in die context geplaatst. Op de Filipijnen. Van het signaal vanuit zijn land zelf wordt er ook een gigantische oppositie gevoerd tegen deze hele genenmanipulatie. En hun, wat is hun belangrijkste argument van de, nou, ten eerste, van de Filipijnse boeren? Ik denk helemaal wat Wiets ook zegt, van ze hebben zelf een cultuur van vis eten en groenten. En ze kunnen in alle vormen kunnen ze het vitamine A kunnen ze het vinden. En nou, wat ze er eigenlijk volledig op tegen hebben. Eerst was het de Groene Revolutie die allemaal beloftes deed. En nu komen ze in de tweede episode terecht met weer allemaal nieuwe beloftes. En daar geloven ze gewoon niet in. Kun je, Jan-Paul, ja. Nog één dingetje over die reis. Het duurt nog een paar jaar dus voordat het echt toepasbaar is. Schatting is nou geloof ik een jaar of 5. De enige die dat kan keuren, dat zijn de bedrijven, de grote gentechbedrijven. Want de rest, overheden hebben daar de mogelijkheid niet voor. De particulieren die hebben daar de mogelijkheid niet voor. Dus je levert je over voor de keuring aan die bedrijven. Dat is één. En twee is, voor elk reisterras dat je hebt. Kijk, het is nou vooral, zal het gratis beschikbaar gesteld worden aan de allerarmste boeren. Dus de mensen met de kleine veldjes waarschijnlijk. Die hebben vaak nog een eigen lokale ras die aangepast zijn aan lokale klimaat- en bodemgesteldheid. Ze kunnen nooit al die verschillende rassen vitamine A maken en keuren. Dus het wordt een kleine groep, dus het zal ten koste gaan van de diversiteit. Van de diversiteit, ja. En dus de aangepastheid aan lokale omstandigheden. Ja. Misschien, Jan-Paul, wil jij daar ook nog iets over uitleggen hoe dat dan... Want, het feit dat, het voel je eigenlijk wel verpand, ik vraag jou naar een paar van de namen van die bedrijven, en die weet jij zelfs niet uit je hoofd. Het is een gebied wat zich dus geheel aan de waarneming van de gemiddelde burger onttrekt. Ja, dat klopt, ja. Ja, daarom heet mijn boek ook Duistere Machten. Aan de ene kant zijn het enorme machten, omdat ze macht hebben over de boeren, over hoe het platteland eruit ziet, hoe ons eten eruit ziet. En ook hoe het in de derde wereld toe gaat. Het gaat dus enorme machten. Het zijn ook bedrijven die een zeer grote invloed hebben op de Amerikaanse regering. Omdat die dat hun landbouwoverschot in de rest van de wereld kwijt moet raken. En het tweede is dat ze duister zijn. Dat ze heel bewust, opzettelijk achter de schermen proberen te blijven. Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst de naam Cargill hoorde, dacht ik, ja, zal het iets met auto's te maken hebben of zoiets. En dan blijkt het een van de 20 grootste Nederlandse bedrijven te zijn. Een Amerikaanse firma met een hele grote Nederlandse poot. Ze blijken hier in Amsterdam 4 of 5 fabrieken te hebben. Wat doen ze daar? Bijvoorbeeld wordt daar soja gekrust. Er wordt sojaolie van gemaakt en soja eiwit. Ja, en zonder bloemzaad wordt olie van gemaakt. En ze hebben ook hele grote cacaofabrieken in de Zaan. Wat is nou, misschien moet u daar gewoon ieder zelf op reageren. Wat is volgens jullie het grootste probleem om dit onderwerp in Nederland, zeg maar, politiek of maatschappelijk, ja, tot leven te brengen? Volgens mij zijn er nog nooit zo weinig mensen hier geweest als vandaag, wat toch ook al iets zegt, op dit soort bijeenkomsten. Maar helemaal in Nederland, zeker vergeleken bij andere landen om ons heen, is de animo en de... is vrij gering. Wat is het grote probleem volgens jullie? Misschien gewoon even het rijtje af. Beginnen bij Chris. Ik denk dat het toch mensen het gevoel hebben dat het een heel ingewikkelde materie is. En dat je minstens gentechnoloog moet zijn om te weten waar je het over hebt. Wat trouwens niet per se nodig is. Het is wel fijn als je weet waar je het ongeveer over hebt. Maar een beetje gezond verstand. Daar kom je al heel ver mee. Ja. Dus te ingewikkeld. Voor veel mensen hebben het gevoel dat het te ingewikkeld is. Wietse? Ik weet het niet zeker. Er zijn een aantal elementen die meespelen, denk ik. Aan de ene kant zeggen ook veel mensen elke keer nog steeds nee. Dus veel mensen speelt het wel op een bepaald niveau, maar ze weten niet wat het is. En ze hebben zich er niet echt in verdiept. Maar toch hebben ze zoiets van, nou nee, liever niet. Dat zien we gelukkig wel. Aan de andere kant denk ik dat in Nederland, vergeleken met andere Europese landen, de campagne gewoon niet zo sterk gevoerd is.
En als je kijkt naar Engeland, daar is gewoon door organisaties echt gigantisch campagne gevoerd in elk dorp, in elk stadje, in elke gemeente. In Italië zie je dat ook veel sterker. In Duitsland hebben we dat gezien. En hier in Nederland is dat nooit zo sterk geweest. Ik denk dat één van de redenen ook is. Hannes? Ja, Sanne. Ja. Sanne. Ik denk, inderdaad wat Wietse zegt, inderdaad, dat is een belangrijk element. Misschien ook het vertrouwen in de overheid meespeelt. In de zin dat in Engeland stond de minister van Binnenlandse Zaken, geloof ik, zijn dochtertje in de hoogtijdagen van de BC-crisis een hamburger eten bijvoorbeeld. En dan bleek dus dat het inderdaad later toch allemaal niet zo goed geregeld was. Nou, hetzelfde is natuurlijk gebeurd in Duitsland. Dat verklaart niet alles. Natuurlijk, de protest is daar veel sterker. En het is onlangs ook weer gebleken. De Europese gemeenschap die houdt regelmatig de vinger aan de pols hoe het zit bij consumenten. En blijkbaar inderdaad zijn Nederlanders het minst tegen gentechvoeding. Ik denk, hebben wij gewoon niet gewoon vertrouwen in, we hebben een keuringsdienst van waren en we hebben allerlei regelgeving. Als die nou zeggen dat je het veilig kunt eten, bovendien, ik eet al elke week die diepvriespizza's waar het al schijnbaar al in zit. En ik, ja. Nou ja, ik denk, er gebeurt niks. Heeft het daar ook mee te maken? Ik denk, kijk, je kunt je stem, of je noem je het, je keuze niet duidelijk maken. Je kunt, je hebt geen macht, zeg maar. Je kunt niet, zeg maar, beslissen of je het nu wel of niet wil. En omdat het niet op het etiket vermeld staat. De wetgeving die zegt van, als het achteraf aantoonbaar is, dat het DNA of eiwit aantoonbaar is in voeding, dan moet het op het etiket vermeld worden. En in veel gevallen, in de meeste gevallen, is het dus niet zo. Dus het zit er gewoon ongemerkt in. Als ik denk een belangrijke mate, en er wordt aan gewerkt, op Europees niveau ook. Er is een voorstel van de Europese Commissie om inderdaad nu wel voeding volledig te etiketteren. Dus zeg maar, dus niet of het aantoonbaar is, maar of het gebruikt is. Ik denk dat wel uit zal maken. Dus dat als er meer actie gevoerd zou worden van, kijk, dit zijn de nadelen en u heeft geen voordelen en u kunt het zo herkennen. Dus wat wij ook proberen dus nu met een labmiddel eigenlijk de productlijsten, de genteproductlijsten die overigens die daar gratis beschikbaar zijn. Dat een duidelijk signaal zou kunnen geven naar producenten toe van wij willen het niet. En dat gebeurt ook al overigens. Er is best wel weerstand in Europa en er wordt in ieder geval minder soja en mais verwerkt. Ja. Dus er is wel degelijk een kentering. Er is wel wat gaande. Alleen de meer onzichtbare dingen, je kunt er gewoon niks tegen doen. Je kunt je stem dus laten zichtbaar horen. Maken, ja, zichtbaar maken. Ik denk en dat dan het belangrijkste punt is zo'n beetje, ja. Tot slot, Jan-Paul. Nou, ik zou het niet speciaal weten, maar wat jij zegt, Karel, dat de Nederlandse consumenten wel vertrouwen hebben in het voedsel. Ik denk dat wel ietsje meer is dan in andere Europese landen, maar dat de consument zich ontzettend veel zorgen maakt over het voedsel. Wat dat betreft moeten we eigenlijk heel erg blij zijn met plagen die ons... Ik heb nog een aanvullende reden. Nederland heeft een hele economisch belangrijke exporterende zaden. En dat is een reden waarom in Nederland ook veel harder geprobeerd wordt om de boel stil te houden en niet te laten zien hoeveel weerstand er eigenlijk is. Die sector is heel hard aan het werk voor hun belangen. En die gaan mee in die Amerikaanse beweging. En vandaar ook dat het Nederlands ministerie van Economische Zaken en van Landbouw zo enorm roepen van, wij moeten juist meer gentechnologie. Hoewel je dat wel internationaal ziet, dat de ministeries van EZ en Landbouw vooral in heel veel landen gewoon ermee door willen gaan, nog steeds. Ik ga even de zaal langs. We beginnen bij die meneer, en dan die meneer, en dan die meneer, en dan gaan we pauzeren. Ik mis eigenlijk het belangrijkste argument. Is dat de Nederlandse consument eigenlijk gewoon, of de Nederlandse burger, zich niet echt met voedsel bezighoudt. Als je kijkt wat er in de Nederlandse supermarkt ligt of in de Nederlandse winkels en je vergelijkt dat met in Frankrijk, Italië, Duitsland, dan zijn de mensen daar veel bewuster bezig met voedsel. Zijn ook bereid om daar een hogere prijs voor te betalen. En dat is in Nederland gewoon niet het geval. Ja, aangezien de betrokkenheid minder is, is ook de betrokkenheid bij of het een gentech is of niet, is ook minder. Mag ik dat zeggen? Nee, zometeen. Ja, om de beurt. Ja.
Mijn naam is Geert Ritsema van Greenpeace. En ik denk dat het beeld wat nu geschetst wordt iets te ongenuanceerd is. Ik denk wel degelijk dat er in Nederland weerstand is bij consumenten. Er zijn ook onderzoeken van, onder andere van Intomart en van het NIPO. Nou, dan zie je dat zeg maar ongeveer tussen de 40 en de 55% er gewoon tegen is. Zegt ik wil het niet. Dat is ook heel begrijpelijk, want dat heeft voor consumenten geen enkel voordeel. En wel allerlei nadelen. Dus dat is punt 1. Dus laat ik zeggen, in Italië is misschien 80% van de bevolking tegen. Nou, hier tussen de 40 en de 55. Maar het is nog altijd een behoorlijke groep. En je ziet dus ook dat de industrie, bijvoorbeeld Albert Heijn, maar zelfs McDonald's, nu gewoon zich ervan afkeren, ook in Nederland. Omdat ze zeggen twee dingen. De consument wil het niet. Dus ze zijn er niet tegen, maar ze zeggen, ja, als de consument het niet wil, dan willen wij het ook niet. En ik denk dat de invloed van wat er in Duitsland gebeurt en wat er in Engeland gebeurt gewoon niet ophoudt bij de Nederlandse grens. Dus dat ze ook, omdat die bedrijven natuurlijk ook exporteren, heeft het zijn uitwerking op de Nederlandse sector. En ik weet bijvoorbeeld dat de LTO melkveehouders, die hebben ook al gezegd, wij willen geen genetisch gemanipuleerd veevoer meer. Dus ik denk wel degelijk dat het leeft in Nederland. Alleen iets minder dan in het buitenland. En het moet een lieve actie blijven. Oh, de stickers, die plak je natuurlijk... Sorry, is dat niet duidelijk? Die stickers plak je natuurlijk op die foute producten. Maar het stikt het ervan, de EDA. Dat zijn mensen voor die dat allemaal laten zien. Ja? Ik ben van de week bij de EDA geweest en een beetje rondgekeken van waar staan de foute producten. Of in ieder geval de producten waarvan je het niet zeker weet op dit moment. Iedereen die wat dat betreft zin heeft om te stickeren, die moet dan even met mij naar mij toe komen. Dan, ik kan voorop gaan lopen in die winkel en dan aanwijzen van nou, die hoek. Die hoek moet je stickeren, die hoek moet je stickeren en die hoek moet je stickeren. En dan moet het wel loslopen, denk ik. Moet het wel goed gaan. Geldt het ook voor alle producten waar sojaolie in zit? Bij plantaardige olie, dan heb je, er staat niet meer op of het sojaolie is. Er staat op plantaardige olie. Nou, daar heb je dus een probleem, want dat kan van alles zijn. Sojaolie, koolzaadolie en daar weten we dus helemaal niet meer. Oh ja, en we hebben een flyer. Mensen die flyers uit willen delen. Aan het winkelend publiek, heel vriendelijk. En aan mensen buiten op straat, heel graag. Kun je... Ja. Wij zijn gratis eten, Food & Pumps. En we hebben een paar niet genetisch gemanipuleerde sojabonen gevonden. En daar zijn lekkere burgers van gemaakt. Dus eet je buikje vol. Ik wou graag van deze gelegenheid gebruik maken om een demonstratie aan te kondigen. Waarvan je ook flyers kunt krijgen. Dit zijn die gele. Het gaat om een demonstratie tegen Plan Colombia. Voornamelijk Amerika heeft op dit moment een groot aandeel in wat ze noemen War on Drugs. En er worden tienduizenden hectare aan grond plat gespoten met gifgassen. Boeren raken hun bron van inkomsten daarmee kwijt omdat ze een aantal van hen het hoofd boven water houden met coca-handel. Het is ook een strijd tegen een linkse beweging die in heel Zuid-Amerika ook te zien is. En de Nederlandse regering steunt Amerika in dat beleid. Omdat ze vliegbasis hebben in Aruba en Curaçao. En Amerika mag daar van gebruik maken. Dus 21 april is er een demonstratie tegen de Nederlandse steun aan dat imperialistische beleid van Amerika. In Amsterdam om 14:00 op het Leidseplein.
En tot zover dit verslag in over de activistatie in de vrije zone tegen genetische manipulatie, tegen biotechnologie en de slechte vormen daarvan. Het materiaal werd geschoten door de mensen van de vrije zone zelf met behulp van StudentenTV. Onze excuses, de kwaliteit is niet helemaal het einde. Maar het onderwerp was belangrijk genoeg en dat telt voor Kleurnet. Want zoals u hier leest, uw slaap blijft lekker lang vers omdat wij er genen van ratten in stoppen. En dat is volgens de mensen die hier aan het woord waren nog maar het begin. Genetisch gemanipuleerde soja, genetisch gemanipuleerde mensen. Waar begint het, waar eindigt het? Een onderwerp wat ons bezig kan houden. We houden u op de hoogte van wat er verder in de vrije zone gebeurt. De diverse activistaties gaan over allerlei onderwerpen. De volgende zal gaan over het Koningshuis. De vorige vrije zone waren een aantal mensen op de universiteit bij elkaar gekomen om iets te doen rond de koppelingswet. En daar hebben heel veel mensen elkaar ontmoet. En daarvoor was er ook al een beetje van verschillende linkse mensen op de universiteit die wel een beetje die actief waren, maar niet echt elkaar ontmoeten. En we zijn nu bezig met het oprichten van een platform, dat we elke week bij elkaar komen en dat we telkens een paar weken lang een thema hebben waar we over discussiëren en dan eventueel op het eind een forum of een actie organiseren. En studenten, maar ook andere mensen als ze geïnteresseerd zijn, die zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. We zijn op dit moment nog bezig met de uitgangspunten een beetje formuleren, maar over een paar weken gaan we waarschijnlijk echt beginnen met de eerste bijeenkomsten. En als iemand mee zou willen doen, hier is een e-mailadres. En daar kunnen mensen heen mailen of ze kunnen mij aanspreken. Zometeen leg ik het bordje met e-mailadres bij het steentje van Footnote Bombs. Dus als je interesse hebt, kan je daar opschrijven.